Ja, voorzitter. Het gaat over over dat politiegeweld. En natuurlijk, ik ben het helemaal eens met de premier dat we respect moeten hebben voor de politie. We moeten respect hebben voor de burgemeesters. We moeten respect hebben voor de ME. En dat is in normale situaties ook volstrekt normaal. Alleen, we hebben allemaal die filmpjes gezien waarbij volstrekt vreedzaam demonstrerende middelbare mensen met een rugzakje die daar gewoon staan te staan, helemaal in elkaar geknuppeld worden. En dan vraag ik me toch af, wat is de geweldsinstructie en wordt het niet eens tijd om van hoger hand, en dan bent u daar de aangewezen persoon van, om te zeggen, nou, kom op, hè, we hebben allemaal moeite met die coronamaatregelen, de een uit dat op een andere manier, maar laten we in ieder geval mensen die gewoon daar staan, vreedzaam aan het demonstreren zijn, gewoon een beetje normaal behandelen. Ik zou echt willen waarschuwen op te passen voor zo'n filmpje en daar conclusies aan te verbinden. Dat is één. Tweede is dat de driehoek besluit over de inzet van politie en KMAR in situaties waarin dat noodzakelijk is. Dat de burgemeester altijd daarover verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Dat als de politie zwaar moet optreden, dat altijd wordt geëvalueerd. Dat gebeurt allemaal. Maar de default is, de terugvalpositie is natuurlijk altijd, ik hoop ook van de heer Van Hagen, anders is hij wel heel ver afgedreven, dat wij ten principale er altijd van uitgaan dat de politie het goede doet, maar wel binnen die context. Verantwoording van de burgemeester aan de gemeenteraad, duidelijk geweldsinstructies, de driehoek treedt op en bij inzet van politie wordt er altijd geëvalueerd. Maar laten we ons nou niet gaan baseren op die filmpjes, want je weet niet wat er daarvoor en daarna gebeurd is. De heer Van Hagen. Voorzitter, ik maak bezwaar tegen de opmerking, dan is hij wel heel erg ver afgedreven. Ik ben helemaal niet afgedreven en ik maak ook bezwaar tegen het feit dat ik niet naar filmpjes mag kijken. Er zijn filmpjes die overtuigend laten zien dat bepaalde mensen gewoon te ver gaan. Er zijn bepaalde ME'ers die grensoverschrijdend geweld gebruiken. En dan verwacht ik ook dat in diezelfde driehoek men gewoon normaal doet. En dan verwacht ik ook dat die burgemeester verantwoording aflegt. Ik zie dat helemaal niet gebeuren, dus daarom vraag ik u. U heeft waarschijnlijk die filmpjes ook gezien. Bent u het daarmee eens? En vindt u ook dat die burgemeester dan moet ingrijpen? En tuurlijk, als je wordt aangevallen is het een ander verhaal. Dat begrijp ik heel goed. Ik ben helemaal niet afgedreven daarin. Ik sta ook voor law and order. Maar hier gaat het gewoon veel te ver. En er zijn voorbeelden waarbij mensen gewoon in elkaar worden gerost door ME'ers. En dat moet u toch ook erkennen dat dat dan te ver gaat? Ik waarschuw nogmaals voor je baseren en een oordeel vormen op basis van dit soort filmpjes. Je weet niet wat er daarvoor en daarnaast gebeurt. Verder geldt dat de politie altijd werkt onder sturing van de lokale driehoek. De burgemeester altijd verantwoording zal afleggen aan de gemeenteraad. En dat als er inzet van geweld is geweest, de politie dat altijd evalueert. Het is hetzelfde antwoord. Ja, dat blijft en u stelt dezelfde vraag. Nou, ik ga het afronden. Dat is dan mijn conclusie. Het grote probleem dat u heeft en dat de burgemeesters hebben, is dat alles gefilmd wordt nu. Vanuit alle hoeken. Dus dat er nu niet meer gezegd kan worden door een politieagent of een ME'er van nou, sorry, het was grensoverschrijdend gedrag en ik heb maar eens lekker op los gerost. Nee, het wordt allemaal gefilmd vanuit alle hoeken. Dus een bepaald gepast geweld met een gepaste geweldsinstructie zou daarbij passen. Nou, voorzitter, ik heb een paar weken geleden met Vert Grapphuis een bezoek gebracht aan Eindhoven. Waar bij het begin van de avondklok op de meest verschrikkelijke manier door een paar honderd volstrekte idioten is opgetreden tegen de politie. Ik heb de agenten gesproken, hulpverleners, BOA's die nog steeds geschokt waren 10 dagen nadat dat gebeurd was. Het had een diepe impact op hem gehad. Ik heb die beelden met hen ook voor een deel doorgenomen. Het is verschrikkelijk wat deze mensen meemaken. Wat heb ik een respect voor onze politie, voor onze marechaussee en natuurlijk die staan niet boven de wet, die hebben ook hun verantwoording af te leggen. Dat gebeurt ook. Maar de basispositie is dat wij achter die politie staan. En wat hebben zij het zwaar? Zeker ook deze dagen. Wat hebben onze burgemeesters het zwaar? Waar ben ik blij dat ze dat belangrijke werk uitvoeren? En wat hopen we allemaal dat over een paar maanden die maatregelen niet meer nodig zijn? Ja, u zou afronden. Voorzitter, dat is echt de laatste opmerking. Natuurlijk heb ik ook respect voor politieagenten die in een lastige situatie zitten. Natuurlijk heb ik dat. Ik heb ook respect voor militairen. Ik heb ook respect voor de mensen in de zorg. Daar gaat het helemaal niet om. Natuurlijk zijn er momenten waarop je daar respect voor hebt. Altijd eigenlijk. Alleen, precies, dat respect verdwijnt op het moment dat je grensoverschrijdend gedrag vertoont. En dat is nu wel gebeurd. Dus het zou u ook sieren om toe te geven dat dat ook niet kan. Nogmaals, baseer je nou niet op die filmpjes. Je weet niet wat er ervoor daarna is gebeurd. En als er dingen niet goed zijn gegaan, dan is alles geregeld om in Nederland ervoor te zorgen dat daar natuurlijk dan tegen wordt opgetreden. Mevrouw Bergkamp.